vandaag bij Robert Beter. Waarom ga je eigenlijk naar de gevangenis? Hoe verloopt een arrestatie? En kun je uit de gevangenis ontsnappen? Dat leer je vandaag allemaal bij Robert Beter. Extra nieuwsbericht. De politie heeft de bankovervaller Billy Onesmore na een grote klopjacht opgepakt. Ongelooflijk! Geweldig hoe de politie die misdadiger gearresteerd heeft. Komt hij nu in de gevangenis terecht, Robert? Nog niet meteen. Hoe verloopt zo'n arrestatie eigenlijk? Als een misdrijf begaan wordt, wordt de politie erbij gehaald. Ze komen aangereden met een zwaailicht en achtervolgen de misdadiger. Bij ernstige misdaden kan een grootscheepse opsporingsactie nodig zijn. Maar dat is een ander verhaal. Als een misdadiger omsingeld wordt, arresteert de politie hem en komt hij in voorlopige hechtenis. Wat is voorlopige hechtenis? Dat is de periode waarin een straf nog niet bepaald is en nog onderzocht wordt wat exact gebeurd is. En dat is het dan? Klinkt niet echt spannend. Nee. De politie moet eerst nog bewijzen verzamelen. Wat zijn bewijzen? Bewijzen zijn bijvoorbeeld voorwerpen die gebruikt werden om het misdrijf te plegen. Het kan echter ook om vingerafdrukken of haar gaan. Deze bewijzen worden op de plaats van het misdrijf door de technische recherche verzameld. Cool! Maar hoe weet de politie of de vingerafdrukken van de misdadiger zijn? Als een misdadiger opgepakt wordt, neemt de politie ook zijn vingerafdrukken. Dat gebeurt met een scanner. Vroeger werden de vingers op een stempelkussen en vervolgens op papier gedrukt. Dat kunnen we thuis ook. Dat klopt. Daarna wordt de misdadiger verhoord en wordt een foto van hem gemaakt. Die wordt bijgehouden in het misdaadregister van de politie. Zo kunnen ze meteen vaststellen of die persoon al eens is gearresteerd als hij een volgende keer een misdrijf zou begaan. En dan wordt hij achter slot en grendel gezet. Bijna. Eerst moet de rechtbank beslissen of de misdadiger dat misdrijf echt gepleegd heeft. En hoe zwaar de straf moet zijn. Wat? Maar we weten toch dat hij het was? In dit geval wel, maar er zijn niet altijd getuigen. Dat zijn mensen die het misdrijf gezien hebben. Bovendien moet de misdadiger ook de kans krijgen om zich te verdedigen. Daarvoor heeft hij een advocaat. Het is namelijk niet altijd zeker of iemand een misdrijf gepleegd heeft. Daarom verzamelt de politie bewijzen, toch? Ja, juist. Als de straf bepaald is, komt de misdadiger in de gevangenis terecht. Kun je daar niet ontsnappen? Dat gebeurt heel weinig. Maar als een gevangene erin slaagt om uit de gevangenis te ontsnappen, doet de politie alles om hem weer te pakken. Hoe dan? Bijvoorbeeld met helikopters, wegblokkades, maar ook met speurhonden. Dat zijn speciaal opgeleide honden die mensen of voorwerpen door hun geur kunnen opsporen. Wauw, die kunnen echt geweldig goed ruiken. Zeker weten. Het is trouwens geen misdrijf om uit de gevangenis te ontsnappen. Echt? Ja, de mens heeft een natuurlijke drang naar vrijheid. En daarom kan hij niet veroordeeld worden voor een ontsnapping. Nee toch, dan zou ik ook ontsnappen. Waarom zouden ze jou arresteren? Omdat het gras niet is gemaaid of zo? Geef ons een duim omhoog als je de aflevering leuk vond. We zien elkaar volgende week, kinderen. Dag!